je beide zitbordjes en sta mee in beweging in de richting van de mat. De wervelkolom is lang actief rechtop. Span je schouders, je ellebogen. De handen rusten in chin mudra richting de knie of dijbenen. De duim en wijsvinger verbonden. Focus de blik op één punt of sluit de ogen. Begin ik met één om. Adem in. Zie je benen de handpalmen samen en buig. Namaste. Begin dan ook gelijk bijna in die beweging voorwaarts. Zo, begin met een flexie van de wervelkolom of met een vooroverbuiging. En die vooroverbuiging natuurlijk die voor jou werkt. Zo, je caterpillar, je dragonfly, je butterfly, een child pose als je daarmee wil beginnen, als dat voldoende voor je is. Als je in halasana op sneeuw wil beginnen, op de rug met de benen over hoofd. En als je het fijn vindt om een staande vooroverbuiging aan te nemen, beweeg jezelf rustig naar die houding die voor je werkt en waar je een stretch ervaring hebt aan de achterzijde van de wervelkolom. En net in de positie die de rest van het lichaam geeft, misschien ook daar een stretch ervaart. Hè? De nek, als te veel is voor de nek, vang dan het hoofd natuurlijk iets op. Je handen zijn misschien aan deze, een blok, een bolster, een kussen. En als je geen yoga props hebt, oh, het inventief mag zijn, hè? Om iets te vinden dat het lichaam kan en mag ondersteunen. En datzelfde geldt voor de positie van de benen. Hè? Zo, zoek een klein beetje naar de houding die voor jou werkt. En daar waar je een beetje afstand misschien zou kunnen nemen en observeert wat je werkelijk voelt. En meestal begint de ervaring die we hebben met een soort idee. Omdat dat komt vanuit een herinnering. Omdat je iets ervaren hebt in de recente geschiedenis of misschien kort geleden. En soms dat een klein beetje kan beïnvloeden, hè, hoe we de benadering vinden op dit moment. We zo soms gepreconditioneerd kunnen zijn. En soms is dat onbewust ontstaan. Hè. We al bepaalde principes van onze ouders meekrijgen als we opgroeien. Dat misschien met ons karma te maken heeft. Hè? Als je het yogi-wise zou benaderen. Of zou willen uitleggen. We een keuze hebben gemaakt om hier door te gaan. Door te maken wat we door moeten maken om onze les te leren. Maar sommige dingen ontstaan ook omdat ze nieuw zijn. Dus niet per se met ons karma te maken heeft. Maar een nieuw karma vanuit iemand anders. En als er een bepaalde overtuiging is gevallen omdat iemand je iets verteld heeft en je hebt dat overgenomen, en dat soms nog invloed kan hebben op alle bewegingen die we maken in dit huidige moment. Zo yoga je misschien leert om een heel klein beetje afstand te nemen voor wat je doet of wat je onderneemt. En in alle veiligheid op de mat, in dat nou in de studio is, waar misschien meer veiligheid is. Soms is een thuissituatie veilig. Meestal hoop ik altijd, maar niet altijd zo is. Hè. Zo niet iedereen voelt zich thuis net zo op zijn gemak als in de yoga studio. En ondanks het digitaal is ook hier we in groepsverband iets beoefenen. Zo we allemaal dezelfde intentie hebben, of een beetje dezelfde energie rondhangen. Rondbewegen. Zo, dat kan helpen, dat kan onze practice versterken. Dat we allemaal op zoek zijn naar de ultieme waarheid. Hè? Of dat ene antwoord op de vraag, wie ben ik? En misschien is er niet één antwoord, misschien zijn er meerdere antwoorden, who knows. Zo, waar beweegt je aandacht naartoe op dit moment? Misschien rustig verblijft in je ademhaling. Heel waardevol kan zijn. Nee, om constant bewust te blijven van je ademhaling. Of het snel is of langzaam. En die stress die je toevoegt aan het lichaam. Vanwege een stretch of compressie. Adem iets beïnvloedt. Wat is werkelijk aanwezig op dit moment? Zonder te zoeken naar de allermooiste ervaring.
zonder te blijven hangen in iets wat misschien is geweest, nog een klein beetje aan je kleeft. Voel en luister. Waar beweegt je aandacht naartoe op dit moment? En dan hier voor jezelf weer 2, 3 keer bewust in en uit. Misschien een diepe ademruimte kan geven. Dus komt dan een zucht, zoveel ruimte en relaxatie geven ergens in het lichaam. En dan vanuit die flex die je hebt gevonden, breng jezelf heel rustig eruit. Als je staande vooroverbuiging al beweeg jezelf rustig naar de vloer. Als je in halasana bent of snel met de benen overhoog, breng jezelf langzaam iets op de rug. Zet er nog voor je naar een zittende houding komt. Als je in een zittende houding heel kort je rebound neemt, geef je benen wat ruimte. Hè? Misschien die positie iets aanpast. Voel nog steeds de achterzijde van het lichaam. Blijf iets aandachtig bij die sensatie die je net had. En merk weer op of de adem daar iets fluctueert. Hè? Je hartslag. Zo. Elke beweging die we maken of elke transitie. Alweer een fluctuatie kan geven, soms maar heel subtiel. Maar dus altijd iets dat in beweging komt. Alright. Vind dan een zittende houding die voor je werkt. Zo voor mij werkt altijd een gekruisbeende positie. Maar als je de benen lang uit wil houden, je kunt daar wat gemakkelijker rechter op zitten. En als je dan een zittende houding, als je op de onderbenen wil zitten, kan ook werken. In Seiza of Vajrasana. Strek dan je rechterarm langs het hoofd omhoog. Dan buig je rechter elleboog, moet je de hand iets naar de rug of misschien bij het hoofd laten rusten of in de nek. En dan rijd dan met de linkerhand voor je rechter elleboog. En als je elleboog te ver weg is, dan misschien rijd je richting je rechter pols of je onderarm. En dan heel licht met je linkerhand je rechter elleboog een klein beetje dichter naar het hoofd toe haalt. En als je schouders ruimte hebt, dan gaat de arm misschien iets meer achter het hoofd langs. Misschien ontmoet je met de bovenarm je hoofd. Dan moet je een heel klein beetje de bovenlichaam meebuigen. Zonder dat je de stretch per se wil opzoeken aan de zijkant van de taille en de borst. Dat komt later. Maar heel licht je schouderstretch wil opzoeken. Of je triceps, hè, naar de achterkant van je bovenarm. Door heel licht met je linkerhand je rechterarm iets dichter naar het hoofd toe brengt. En een licht observeert een sensatie rond je schoudergewricht. En misschien is het eerder compressie. Hè? Zoals je arm helemaal niet dicht bij het hoofd komt, maar het stopt ergens. Het kan gewoon niet verder dan dit bewegen. Dat je rustig je pols of je onderarm kunt vasthouden. En dat je in die compressie van je schouder kunt blijven hangen. Is een prima optie. Hè? En het zelfs zo kan zijn. Ik denk dat iedereen op zich wel zijn arm kan vasthouden. Maar je zelfs een verlengstuk kunt gebruiken. Zodat je een lasso, een riem, een sok, een handdoek kunt brengen om de arm. En gewoon een klein beetje overhoofd kunt bewegen. En je schouderstretch op zich weer. Adem, 2 minuten. Relax, hè. Als het bovenlichaam een kleintje inzakt, als je heel licht iets naar voren lijkt te leunen. Als je een steuntje in de rug nodig hebt, hè, soms kan dat werken. Als je de rug ergens tegenaan bent, misschien de bankleuning als die in de buurt is, een muur. Je niet zozeer hoeft te focussen op de rug. Ondanks dat veel mensen misschien in zittende houding de focus misschien sneller ervaren in de benen of de heup. Kijk of je hem iets kunt verplaatsen naar daar waar je de sensatie wil observeren. Dat is het bovenlichaam, je schouder, je bovenarm. Kleine minuut, 40 seconden.
Begin dan weer met je ademhaling. Adem weer 2 keer rustig in en uit. Als dat 1 lange adem is en dat is voldoende, je 3 keer wat sneller ademt. Dan langzaam met je linkerhand de rechterarm weer loslaat. Dan je rechterarm iets omhoog en je rechterarm van klein moment weer omlaag beweegt. Op een moment voelt weer die energie in de schouder. Armen, misschien alleen maar overhoofd, de circulatie weer terugbrengt en dat de chi is, de chi phone je voelt. Maar ondanks dat je de schouders stretch en misschien de borst al een klein beetje voelde, kijk of je dit keer de zijkant van het lichaam de stretch kunt geven. En dat kan betekenen, zo je blijft aan de rechterzijde met de stretch of de concentratie, dat je misschien je linkerbeen wat lang uit wil strekken en een klein beetje overleunt met je linkerarm en je linkerbeen. En gewoon steunt op het been. En als het been te ver weg is, dan kun je wat ondersteuning opzoeken. Je kunt hangen naar de linkerzijde. En je rechterarm misschien voor het lichaam of achter het lichaam beweegt. En een prima stretch ervaart, hè? Heup, taille, borst. Als je ook hier de arm wil meenemen, kun je de arm weer meenemen over het hoofd. En als een zittende zijwaartse buiging of je seated side bent, absoluut niet de houding is waar je of helemaal geen stretch ervaart, of heel veel moeite ervaart om weer die arm mee te nemen over het hoofd. Bananasana is altijd je way to go. Je op de rugzijde kunt komen, de benen misschien gewoon in het midden van de mat houdt, en dan je armen misschien zelfs overhoop brengt of de armen langs het lichaam houdt, en de torso of bovenlichaam iets overweegt naar links voor je stretch op rechts. Zo blijf aan dezelfde zijde als waar je de schouderstretch net had, en die stretch ervaring iets verlengt, weer naar de borst, de taille, en als bananasana je optie is, zelfs de heup. Dus die houding die voor je werkt, en waar je ervaart een stretch sensatie aan de rechterzijde. Nou, dat kan prima met een gekruisbeende positie, met de billen op je hielen in sesam. Soms als we een beenvariatie vinden, dan blokkeren we eigenlijk omdat we die benen een positie geven. Zul je misschien dat weer uit de weg moet halen. Zul je weer je aandacht kunt sturen naar daar waar je het naartoe wil hebben. Want je werkt net als meditatie. Zo, er zijn van allerlei gedachten in meditatie die op kunnen komen. Er zijn sensaties die opvallen, maar je wil je concentratie sturen naar 1 punt. En je wil bij dat ene punt blijven. En dat is om er direct mee te beginnen misschien heel intens. En misschien veel te streng voor jezelf. Zo, geef jezelf wat credits. Je begint misschien met een groter iets. En als je daarbij kunt blijven, dan het gebied steeds iets kleiner maakt. En hetzelfde klein beetje werkt als in de houding. Hè? Zo, je gaat een klein beetje op zoek naar je stretch ervaring. En als je hem hebt gevonden, dan blijf daar. Voel wat je voelt, in alle eerlijkheid. Hier nog 1 minuut. Begin weer met de ademhaling. Nog voordat je een aanpassing maakt, een keer rustig in- en uitademt. En dan langzaam aan je, uit je sideband komt. Zelfs als wat bananasana is op de rug, vind je iets in het midden van de mat. Dus een zittende zijwaartse beweging, de optie was, breng langzaam de torso weer terug over het midden. Relax weer je rechterarm. Voel weer van klein moment de rechterzij van het lichaam. En we blijven nog steeds iets aan de rechterzij van het lichaam. En langzaam je concentratie iets verder naar onder wil brengen. Nog 1 stretch voor de rechterzijde. En dat is je rechterbeelspier en de buitenkant van de bovenbeen. Wat opnieuw weer een zittende houding kan zijn. Een shoelace variatie. Je brengt het rechterbeen voor links. Een kleermaker zit of een soort halve lotus. En je iets met de torso voorover beweegt tot je voelt je stretch. Misschien dat rechterbeen wat uit moet strekken. Of de benen over elkaar kruist. En in jouw shoelace variatie je stretch ervaart. Misschien beweeg je naar handen en knieën. Breng je je rechterknie naar de voorzijde van de mat. Dan moet je speel met de voet en je sleeping swan kunt opzoeken. Zo het bovenlichaam wat hoger, wat lager. Dan moet je naar links, naar rechts. Zo, je moet manoeuvreren tot je die stretch ervaring hebt. Zo focus niet op hoe de houding eruit ziet. Maar voel dat je de stretch op de bilspier hebt. En als je al in bananasana was,
En eye of the needle is je houding. Plaats je rechter enkel op je linkerknie of dijbeen. Je linkervoet op de vloer, de voet tegen de wand. Misschien je been iets kunt vasthouden bij de knie, je scheenbeen of je dijbeen. En als dat met het linkerbeen te veel is, nog een extra optie is de eye of the needle variatie. Rijk je met de linkerhand voor je rechtervoet. En je rechtervoet, je rechterbeen niet over het lichaam, zo twist. En dan misschien een prima stretch ervaring hebt aan de rechterbeelspier. De buitenkant van je bovenbeen. 3 minuten. Beelspierstretch. Die houding die voor jou werkt. Props in yin, laat ik anders beginnen. Props in yin gebruiken om het lichaam daar te ondersteunen waar die ondersteuning nodig is. En we kunnen ze gebruiken om de sensatie te intensiveren of op te zoeken, zoals hanging monkey met een riem voor je hamstring stretch. Of een supported bridge met een blok, een bolster of een deken. Maar je kunt ook de props gebruiken om delen van het lichaam op te vangen daar waar je de sensatie niet nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld shoe. Lees je houding is. En je gaat maar een klein stukje voorover en je voelt al een intense stretch of een perfecte stretch die niet eens zo intens is. Je helemaal niet met de torso verder voorover wil komen, maar de wervelkolom beweegt naarmate de tijd verstrijkt steeds verder voorover. En je daar misschien helemaal niet naartoe wilt, zodat je het lichaam gewoon kunt stutten, zodat je stopt daar waar je het lichaam wilt behouden. En je opnieuw weer bij de sensatie kunt blijven daar waar je aandacht naartoe mag gaan. En zo gebruik wijs, mindful je attributen. En je helemaal niet hoeft te investeren, met je echt serieus bent in yoga, is het gewoon fijn om in de buurt te hebben. Hè? Maar je helemaal niet hoeft te investeren in per se yoga props. Je kunt heel creatief zijn met dingen die je al in huis hebt. Adem. Begin dan weer bij je ademhaling. Dat is een goed punt om bij te beginnen. Of zelfs om bij te eindigen. En jezelf dan langzaam uit die beelspierstretch. En vanuit welke houding je ook al misschien voor een klein moment je rebound neemt op de buik of op de rug. En voel de rechterzijde. Hè, zo van die schouderstretch naar de borst, de taille en beelspieren. Je voelt de hele rechterzijde. Nu ik meer meedoe, hè, nu de les online is, jezelf ook weer aangesloten bij mijn energie. Zo, ik voel een sensatie ook aan de rechterkant van mijn gezicht. Zo.
altijd bewust bent van al die energie die opkomt. Dat je disbalans soms kan ervaren. Als we eerst alles op rechts doen en dan pas op links. Dat je ongemakkelijk kan zijn. En sommige mensen doen het veel liever eigenlijk rechts en links achter elkaar. Wat een mooi moment is om te observeren hoe dat verschil is tussen de rechter en linkerzijde van het lichaam. Dus de hele rechterzijde hebben we gehad. Misschien veel minder op zoek gaan naar wat we exact moeten doen aan de andere kant. Omdat we toch al een paar houdingen geleden dat hebben gedaan. Dat je eigenlijk weer als een soort opnieuw begint. Dan vanuit die houding waar je komt, neem tijd en ruimte. Breng jezelf rustig weer omhoog naar de zittende houding die voor je werkt. Voor je schouderstretch op links. Als je weer wat ondersteuning nodig hebt, neem dat er weer bij je. Dan je linkerarm iets opstrekt. Met je rechterhand reikt voor je elleboog, je onderarm of je pols. En weer kijkt of je de linkerarm een klein beetje dichter naar het hoofd toe kunt bewegen. En misschien meer de stretch ervaart. Hè? Rond je triceps, de achterkant van je linkerbovenarm. Misschien die compressie in de schouder. Of zelfs al lichte borst ervaart. Als we de arm in die positie brengen, is de latissimus dorsi, de rugspier, een van de rugspieren die meestretst automatisch, omdat die verbonden is met onze bovenarm. Dan vind de suggestie die voor je werkt. 2 minuten jouw shoulder stretch. Met die Gomukhasana variatie. Adem. En dan hier voor jezelf weer 2 keer rustig in de nek. En dan langzaam de linkerarm weer de ruimte geven. En de linkerarm dus nog weer terug omlaag. Een mini rebound voor je linkerarm. Een tinteling in je vingertoppen. Een sensatie rond de schouder. Een borst, misschien zelfs hart, longen. En dan rustig de transformatie maken met een stretch meer aan de zijkant van de torso en de taille. Nieuw als dat je zittende houding is, je de benen misschien iets wil aanpassen. Als Bananasana op de rug je houding is. Je langzaam op zoek gaat naar die stretch ook voor 2 minuten. Die je kunt vinden aan de zijkant van het lichaam. Zo de taille en de borst. En absoluut zo mag zijn hè, dat links en rechts anders is als Bananasana werkt op rechts. En dan neem je ziet dat zij bent op links oké voelt. Ja, gewoon daar blijft. We houden openheid naar de houding. Hè? Alsof je de andere kant helemaal niet gehad hebt en je helemaal vanaf nul aan begint. En dan weer ruimte houdt voor ademhaling. Ik net zei, een goed punt is om te beginnen je ademhaling. Het is ook het eerste waar we mee beginnen. Hè? Als we geboren worden, ademen we als eerste in. En het laatste wat we doen is uitademen. Dus je constant naar dat wat altijd aanwezig is. Je ademhaling. En zoveel informatie kunt halen. Hè? Of je spanning in het lichaam opmerkt. We soms de adem zelfs vasthouden als we heel diep in gedachten zijn. Dat is dan meer als je zorgen maakt. En je wel inademt, maar niet direct uitademt.
Houd ruimte voor adem, zeker in je yoga practice. Als er ergens is waar je adem je sturing kunt en mag geven, is dat wel tijdens je practice. Of dat nou een actieve les is in flow of in yin, meer passief, volg de adem, relax in adem. Wat je ermee kunt spelen. Merk dat je inademt en misschien expres een keer de adem vasthoudt. En dan uitademt en dan de adem vasthoudt. Er is alle ruimte en tijd. Hè? Yoga is de studie van het zelf. Zo, ik geef puur suggesties, meer kan ik niet doen. En daarbinnen voor jezelf kunt onderzoeken. Hé, maar de informatie die ik tot mij krijg, klopt dat wel? Maar de yogi is altijd een student. Hè? Zij die zeggen dat ze het weten, weten helemaal niets. En ook hier weer, begin weer bij de adem, als één keer voldoende is. Je rustig weer terug over het midden komt, vanuit Bananasana, of vanuit je seated side bend. Rebound voor dat kleine moment, hè. Je langzame transitie maakt en op zoek gaat naar je beelspier stretch voor de linker beelspier op de buitenkant bovenbeen. Voor je shoelace variatie, je slipping swan, je eye of the needle, of die eye of the needle variatie door met de rechterhand je linkervoet mee te nemen over naar rechts in een soort twist. Vind wat werkt. Blijf nieuwsgierig, blijf onderzoekend. Jouw beelspier stretch op links. En misschien in de sensatie als je eenmaal niet in die beelspier stretch bent, misschien niet zozeer meer de zijkant van het lichaam voelt. Ondanks dat de beelspieren die beweging maken, hè, ze zorgen dat we de benen naar buiten en naar achter kunnen bewegen, maar dat is meer een combinatie. Dus alleen de beelspieren zouden kunnen aanspannen, dan brengen we het dijbeen naar buiten toe. Ofwel de benen uit elkaar. Voor de lichtende lijn aan de zijkant van het lichaam, meridiaan gewijs, ook de galblaas meridiaan. En vanuit de dijbeen langs en door de beelspier, fascia, naar de taille en de borst beweegt. Zo fysiek en energiek de connectie te vinden is.
Adem ook hier voor jezelf eerst weer rustig in en uit. 2, 3. En jezelf rustig weer uit die stretch neemt. En weer bewegen naar een korte rebound. En als dat op de rug is, je alvast op de rugzijde kunt komen, daar werkt zo de volgende houding vandaan. Deel. Als je liever op de buik net zo dichterbij is, dan wissel je zo meteen rustig van zijde. Dan breng jezelf heel kort naar je rebound. En voel de linkerzijde om mee te beginnen. Waar exact voel je dat? En misschien nog steeds het deel speel dat dat het laatste is wat je onder spanning hebt gebracht. Het kan net zo goed een gewrichtservaring zijn. Circulatie. Alright. Als je nog niet op de rugzijde bent, breng jezelf dan langzaam op de rug. Met je bovenlichaam kunt settelen voor een klein moment. Dan plaats je beide voeten op de vloer of op de mat. En wandel je voeten wat wijder uit elkaar, zodat je de breedte van de mat kunt vinden, of ongeveer de breedte van je schouders. Laat dan rustig je knieën overvallen naar de linkerzijde. Als het rechts is, is het rechts, don't worry about it. Maar je misschien je coördinatie een klein beetje moet aanpassen, zo bij voorkeur naar links. Waarbij je rechterknie iets meer eindigt bij je linkervoet. En als je daarbij al een beetje sensatie ervaart rond de rechterheup, de voorkant van de heup, je dijbeen, of misschien al wat tensie in de onderrug, dan laat je de benen rustig zo in deze twist variatie voor een moment. Als je iets meer stress wil toevoegen aan de voorzijde van de rechterheup, je dijbeen, of wat stress in de onderrug, dan kun je de linkervoet, of dat de kleine teenzijde van je linkervoet, plaatsen op je rechterknie of dijbeen. Dat voegt iets meer gewicht toe en creëert een klein beetje meer tensie waarschijnlijk aan de voorzijde van de rechterheup of je psoaspier, dat wat een compressie in de onderrug kan geven, en een lichte quadriceps stretch ervaring. Zo ergens die lijn aan de voorzijde rechts. En als een twist alleen al voldoende is, hè, als je al lichte sensatie hebt rond de onderrug of rond de heup, blijf daar voor een moment. Dan misschien voelt, is oké, kan wel iets meer doen, dan plaats je de linkervoet op je rechterknie op tijd. Zo'n suggestie. Je armen, je handen rusten daar, zo landen op het lichaam, naast het lichaam. Overhoofd, if you like. Vrij intens is voor je rechterknie ook dan, hè? Misschien de variatie niet doet. Of zelfs wat ondersteuning onder je rechterknie kunnen behouden. Blok. Dus het niet in de knie hoeft te zijn, hè? Dat is niet de functie. Adem. In die twist, stretch, dijbeen, heup, rug, ervaring, adem weer een keer rustig in en uit. Als je de linkervoet hebt ingezet, plaats dan eerst de linkervoet weer rustig terug richting de vloer. Hou je benen nog iets in die positie. Ziet de ondersteuning onder of tussen de benen, neem dat voor een klein moment weg, zodat je een transitie kunt maken. Doe je knieën zijn over naar de linkerzijde, beide knieën. Haal dan eerst de rechterknie op in de richting van de borst. Je rechterbeen is een klein beetje verder van je weg. Haal dan de rechterknie op naar de borst. En stuur dan je linkerbeen wat verder naar achter. En misschien kun je daar een klein beetje meer de heup ook mee draaien. Zo je de rechterknie ophaalt, misschien dat been je een klein beetje helpt om iets meer op je linkerzijde te komen.
En dan stuur dat onderste been, je linkerbeen, een klein beetje naar achter. Als dat lukt, buig je zelfs je linkerknie en rek je met de linkerhand voor je linkervoet. Als je linkerhand en linkervoet elkaar niet kunnen ontmoeten, neem een lasso daarbij. Als je een capuchontrui hebt, dat kan een soort loop zijn. Hè? Dan kan je net je tenen vangen. Als je een riem in de buurt hebt, dan langzaam je linkervoet kunt vangen. Steek dan je linkerarm voor een moment langs het hoofd, zodat je hoofd misschien kunt ondersteunen. Als je een klein beetje meer op de linkerzij komt. En licht kunt observeren of je cat pulling its tail, ofwel een twist en een quadricep stretch ervaring hebt voor je linkerdijbeen. Je hebt de linkervoet vast met je hand of met een hulpstuk. Een beetje op de linkerzijde installeert. Als het ongemakkelijk is, vang jezelf iets op, dat is niet nodig. En dan ervaar dat je een lichte backbend twist quadricep stretch ervaring opzoekt voor je links. Je rechterknie is opgekomen, die rust nog steeds naar de vloer. Als je de ondersteuning nodig hebt, ondersteun het been. Als je de linkervoet niet kunt vasthouden, lasso je voet. En adem. Als het te veel voor je is, laat dan rustig de linkervoet los. Laat hem lang uitrusten. Dan haal alleen de rechterknie over het lichaam en gewoon een twist ervaring daarvan maakt. Is misschien prima, is misschien voldoende. Cat pulling it still lukt. Is mooi. Your cat pulling it still of die twist ervaring die je ervan hebt gemaakt, adem weer rustig in en uit. Dat is de linkervoet rustig weer los als je die vasthoudt. Die is op de linkerzijde, dus misschien blijf je daar voor een moment. Je rolt langzaam weer terug op de rug. Cordial rebound weer ervaart. Ook niet meer twee houdingen achter elkaar. Het is meer georiënteerd op één zijde. Rebound iets meer in het midden in een neutrale positie. En dat daar je startpunt kunt vinden. En wissel van zijde. Begin weer met je beide voeten op de vloer, op de mat. Wandel ze weer wat wijder uit elkaar. Laat dit keer je knieën vallen naar de rechterzijde. Waarbij je linkerknie iets meer rust bij je rechtervoet in de buurt. Als die twist al voldoende is, blijf je rustig hier. Als je rechtervoet wil plaatsen op je linkerknie op blijven. Als dat iets toevoegt, doe dat. Als je de knie iets moet ondersteunen, met name mijn linkerknie wat meer ondersteuning. Zodat je een item daar kunt plaatsen. Niet al te veel hoeft te doen, dan je armen weer relaxed. In die positie die goed voelt. Maar de stretch ervaring of de sensatie die je wil opzoeken is voor je linker dijbeen. De voorzijde van de heup, ofwel je psoaspier die daar iets loopt. Of misschien wat tensie in de onderrug, daar waar die eindigt. Of begint met waar je oriëntatiepunt.
Nee, begin ook hier weer met jouw ademhaling. Als je de rechtervoet hebt geplaatst op je linkerknie of dijbeen, plaats dan eerst de rechtervoet weer terug op de vloer. Je benen zijn nog steeds over naar de rechterzijde. Je linkerknie is het verst weg van de borst. Haal dan eerst je bovenste been van je linkerknie op richting de borst. Misschien is dat met je rechterhand een klein beetje begeleid. En je onderste been, je rechterbeen, wat over of via de vloer, over de mat, iets meer naar achter beweegt. Dan je linkerknie wat meer ruimte krijgt en misschien wat meer overbeweegt voor je twist. Als je daar wil blijven, blijf je daar. En als je cat-pulling in steel daarvan kunt maken, rijd dan met je linkerhand voor je rechtervoet, je wat hulpstukken nodig hebt, omdat de arm niet lang genoeg is, of je knie wil niet zo ver buigen, vanwege je quadriceps of je buik bent, last door aan je voet, hè, met een riem, of dat wat je kunt bedenken als riem of lasso. Dan je rechterarm iets lang uitzet, misschien wat meer op je rechterzijde komt, zodat je iets meer optie creëert om dat rechterbeen wat naar achter te bewegen. Dan je hoofd opvangt, geen stress in de nek, relax je hoofd. En nu als die twist ervaring voldoende voor je is, blijf je in die twist. Als cat pulling is stil, als je met de linkerhand je rechtervoet kunt vinden, is eigenlijk alleen maar wat meer extra. Adem. En laat de houding ontstaan. Zeker als we een beetje meer de hand bijvoorbeeld gebruikt in cat pulling in stil, soms net iets meer moeite blijven doen, maar het is alsof je dat punt van hangen in het lichaam kunt benaderen. En dat betekent misschien dat de rechterknie een klein beetje verder wegzakt, hè, maar niet zo naar achter blijft. En misschien een andere sensatie ineens opkomt of ontstaat als je minder moeite doet, en een klein beetje meer durft toe te laten en misschien gewoon ziet wat ontstaat of voelt. En in je twist of je cat pulling it still, adem voor jezelf weer een keer rustig in en uit. Als je voet vast hebt, laat langzaam je rechtervoet weer los. Als je met je rechterzij blijft, of de buik misschien dichterbij is. Of jezelf weer terugbeweegt op de rug. En opnieuw weer observeer wat overblijft. Kom je die backbenden naar waar je de knie gebogen had, hè? Je hamstrings of passief zijn, of misschien zelfs licht wat aangespannen om die beweging te kunnen maken. Je op zoek gaat naar een hamstring stretch. En als je items in de buurt hebt, als dat niet een riem is, hè? Je opnieuw weer creatief kunt zijn, je op de rugzijde hanging monkey variaties kunt vinden, door misschien het been vast te houden, mindful je niet te veel in de schouders gaat hangen, hè? Zo focus op je hamstrings, hè? De achterkant van je linker of rechterbeen. Iets in de buurt hebt waar je been langs omhoog kunt brengen. Net zoals een wand, je been langs de wand omhoog kunt brengen en daar een perfecte stretch misschien hebt voor je hamstring stretch, zo je wall monkey. En als een zittende vooroverbuiging, je houding is een half shoelace frog of half butterfly. Vind dan de variatie die voor je werkt. Daar waar je ervaart een hamstring stretch, rechts of links, maakt voor mij niet zo veel uit. Je hamstring stretch. Ondersteun.
En dat werkt. En als het een vooroverbuiging is en je voelt dat de rug daar veel moeite voor heeft. En je al de energie investeert in de rug. En helemaal geen hamstring stretch, misschien bijvoorbeeld zo. Vang het wervelkolom eens op. Zodat je kunt observeren hoe je hamstrings reageren op wat stress. En adem. Altijd adem. Een zucht. Soms kun je dat zoveel ruimte. Asymmetrische hamstring stretch, bijna zo'n counter stretches van de houding van zojuist. Heb het lichaam tijd en ruimte om daar naartoe te bewegen? Soms is dat heel intens, stel van een vooroverbuiging gelijk naar achterover of andersom te komen. Als je een buiging maakt naar rechts om direct links te doen. Soms heeft het lichaam wat moeite omdat het nog iets in die gedachte is dat het eenzijdig wil en ineen en zoiets heeft dat het de andere kant op moet, zodat het eerst nog wat tensie los moet laten voordat we überhaupt de mogelijkheid hebben om te wisselen van richting. Mindful stretching, gentle stretching. Als je heel erg in strijd bent met het lichaam, stop dat. Je moet niet zo hard hoeven zijn. Hoe zachter je kunt zijn in de houding, hoe meer baat je uiteindelijk misschien hebt van de practice. Voor jezelf eerst weer een keer rustig in en uit. 2, 3, als je het nodig hebt. Zonder haast. Breng jezelf rustig uit de houding. En wissel langzaam van zijde. Wissel langzaam van zijde. Vind jouw hamstring stretch voor dat andere been. Wissel rustig van zijde. Dezelfde houding. Een variatie daarvan.
En voor jezelf weer rustig in en uit. Jezelf langzaam weer uit jouw hamstring stretch beweegt. Voor je rebound misschien denkt, je de benen wat ruimte geeft. Voel dat overblijft naar je hamstring stretch, wat voor effect het heeft op de rest van het lichaam. Wat voor effect het heeft op je gedachten, je mentale lichaam. En dan zodra je moment daar is, beweeg jezelf naar jouw laatste houding. Wat mag zijn jouw rusthouding? Als je op de rug wil komen, als je daar misschien al bent, als je iets ondersteuning kunt gebruiken, als je wat wil aantrekken. Neem alles daarbij wat je nodig hebt. Voor je laatste minuten vind je jouw rusthouding. En als een positie op de buik fijn voelt, een child pose, als je een bolster wil gebruiken om overheen te bewegen. Het is jouw ruimte, jouw tijd. Bevind de houding daar waarbij je kunt observeren, kunt absorberen misschien alle stretches, alle buigingen, alle ervaringen die je gedurende de practice hebt mogen ondervinden, om een plek te geven. Breng jezelf heel rustig naar jouw rusthouding. Neem daarbij wat je nodig hebt. Geen haast. Breng jezelf langzaam naar jouw rusthouding. Relax. Relax. En die rusthouding niets anders fungeert dan een lange rebound. In het begin al over begon dat je practice op zich al een meditatie kan zijn. Een lange meditatie. Waarbij je de concentratie of de investering van energie wegneemt. En het moment neemt om puur te aanschouwen. Zonder te zoeken naar de allermooiste ervaring. Misschien is er helemaal niets. Misschien is er zo'n diepe ontspanning dat slaap ontstaat. Als dat nodig is, laat slaap ontstaan. Als er een gedachte opkomt die wat licht kan gebruiken, schijnt licht. Misschien is nu het moment. De fysieke ervaring, de mentale ervaring. Rust. Luister. Waar beweegt je aandacht naartoe op dit moment?
Denk hier weer van waar je komt, begin weer bij de ademhaling. En adem de aandacht weer teruggaan naar wat is op dit moment, als je meer in gedachten was, weer terug naar het lichaam komt, als je weer bij het lichaam was, omdat je bewust wordt van de ruimte om je heen. Beweging wil toevoegen, lichte stretches, lang, breed, klein, groot. Doe het intuïtief goed voelt. En zodra je een moment daar is, beweeg jezelf nog eenmaal omhoog naar een zittende houding. Met de ogen nog kort gesloten. En in zittende houding de wervelkolom weer iets actief rechtop beweegt. Ontspan je schouders, je ellebogen. Als je wil nog eenmaal, breng je de handpalmen samen. En buig. Namaste. Dank jullie wel. Voor meedoen. Als je vragen hebt, altijd stel ze. Aanstaande donderdag, kort over 8 na de Hatha-les, doe ik weer meditatie voor iedereen toegankelijk. Zoals je dat fijn vindt om mee te doen. Wees welkom. Zo, aanstaande donderdag, 8:15. Zo niet, geniet van je avond. En hoop je snel weer te zien. Dankjewel.